vraag gewoon een pintje aan die zatte man hier. We gaan niet tegen je liegen. Ook als je alle tips toepast die je hebt gehoord, kom je soms avonden tegen waarop een café uitbaten niet eenvoudig is. Wauw. Oh. Het is verfrissend. Nog een whisky. Maar wat er ook gebeurt, in welke situatie je ook terechtkomt, hou altijd het hoofd koel. Leef je in en toon begrip. Dat doe je vaak door je bezorgdheid te tonen. Meneer, het is voor uw gezondheid. Ah, mijn vrouwtje. Echt vervelend. Ja, mijn vriend komt zo. Uw vriend? Mijn vriend. Uw vriend. Ah, zo, uw vriend. Ja. Hij is te hier vanavond. Ja, hij komt zo. Hij komt. Ja. Oké, dus hij had het helemaal niet erg vinden dat ik hier zo'n beetje zit. Als een klant een probleem heeft, welk probleem dan ook, zoek dan naar een oplossing. Doe voorstellen. Je hebt meer alternatieven dan je denkt. Ja. Nou, ik ben niet zo dat bang. Maar... Goedenavond, meneer. Goedenavond. Ik heb een nieuw idee voor een verfrissende mocktail. Heb je toevallig interesse om daar in te proeven? Okay. Gratis van de zaak. Wat? Een mocktail. Een cocktail zonder alcohol. Het zal misschien verfrissend werken voor meneer. Zie je hier zijn. En wat is beter dan die vrouw? Katawada. Ja. Alles. 8 whiskies, alsjeblieft. En zijn jouw vrienden ook allemaal 18? Ja. Ja? Leeftijdbewijs of zoiets? Ik heb eens de pas. En ja, ook als je handen tekort komt, hou je goed in de gaten of er geen alcohol in de handen van dronken of te jonge mensen terechtkomt. Ja, dankjewel. Ja, oké. Dus 1 whisky, 3 pintjes en 3 colas. Oké. Je ziet het. Verantwoord schenken is minder moeilijk dan je denkt. Als jij je aan de regels houdt, dan zorg je mee voor een plezante sfeer. Niet alleen voor je klanten, maar ook voor jezelf.